Vandaag organiseer ik een Rocket League toernooi en er zijn eigenlijk twee prijzen te winnen. De winnaar van het toernooi, die wint 100 euro. En de mooiste goal van het toernooi, die wint 25 euro. Als jij nou mee wilt doen aan zulke toernooien, like en abonneer dan even. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Let's go. Oké, als het goed is, is het toernooi begonnen. En zoals jullie kunnen zien, er zitten echt veel mensen in. Dus we gaan gewoon een match spectaten. Even kijken. Welke match beginnen we mee? Gewoon de eerste match. Let's go. Even kijken. Robin tegen 1-1-0 Breezy. En dit kan dus al gewoon één van de winnaars zijn. Zo, wat is dit voor map? Deze map heb ik niet uitgezet. Maar we gaan kijken. Er moet alsnog gespeeld worden. Ik ga even zeggen, yo boys, ik ben benieuwd. Hoe goed zijn deze mensen? Want misschien doen er wel een paar Supersonic Legends mee. En dan wordt het heel moeilijk voor de mensen die lager zijn. Maar, oh, Breezy staat stil. Wat gebeurt hier nou? Breezy zegt, hey, of B. En Robin staat ondertussen 2-0 voor. Hey, ik ga denk ik in het begin ga ik gewoon... Inderdaad, waarom staat hij stil? In het begin ga ik gewoon lekker veel spectaten. Gewoon een beetje gokken wie gaat winnen. Want dat is de bedoeling van vandaag. En als ik tijdens het spectaten een mooie goal zie... dan maakt die kans op 25 euro ook nog. Dus als, ja, de mooiste goal wint 25 euro. Daar komt het op neer. Maar oké, deze match is een beetje apart. Dus we gaan gewoon door naar de volgende match. Oké, S-Balance versus Icy. Ik ben benieuwd. Ik weet dat S-Balance heel goed is. En Icy is volgens mij ook rond de Grand Champ. Sil staat al 2-0 voor. Oké, we gaan kijken. Waarschijnlijk kennen jullie Sil wel van mijn video's. Want hij heeft een keer een horse 1v1 tegen mij gedaan. Ik ben benieuwd. Hij kan dit winnen, dat weet ik zeker. Maar Icy heb ik ook een keer een 1v1 tegen gedaan. En hij is oprecht heel goed. Dus dit kan nog elke kant opgaan. Ik ben benieuwd. Oh, hij gaat natuurlijk nu voor een mooie goal. Dit is een dubbel reset al. Oké, wacht. Hier ga ik even spectaten. Deze guy wil voor de mooiste goal gaan. Dat zie ik nu al. Oké, Icy voor de dubbel. Wow. Rustig, Icy. Wat is dit voor match? Maar eigenlijk is het zonde dat zij nu al tegen elkaar komen. Want dit zijn gewoon twee hele goede spelers die tegen elkaar spelen nu. Hey, 2-2. Oh, deze match wordt spannend ook nog. Oké, 2-2 met nog 3 minuten over. Ik wil eigenlijk een beetje deze match gaan spectaten. Omdat dit gewoon zo'n hoge match is qua ranks. Ik ben benieuwd. Dit kan echt heel close worden. Oh, Icy is zenuwachtig. Dat zag niemand. En weet je, ik ga ze heel even met rust laten. Ik wil meer zien. Ik wil meer zien van dit toernooi. Oké, fantastisch tegen Spookman Power. Dat staat 1-2, dus dat is heel close. En dan gaan we zo meteen terug naar die spannende match. Want ik ben wel heel erg benieuwd wat daar gebeurt. Oh, even kijken wat gebeurt hier. 2-2. Ik ga even yo zeggen. 2-2, dit is ook een spannende match. Ik ben benieuwd, kan ik hun rank zien? Oké, een champ tournament winner. Interessant. Yo boys, hey. We gaan dit kijken. Spookman Power, laat jouw kick-off eens zien. Oké. Oh, dit wordt 3-2 voor fantastisch. Oh. Crossbar. Dit wordt heel moeilijk te saven nog. Hey mensen, jullie mogen in de comments ook al laten weten wie jullie denken dat gaat winnen. Dit is echt... Wow, wat een matchup dit. Het niveau is echt hoog. Ik denk oprecht hoger dan verwacht. Want ik had verwacht dat er alleen maar Platinum's en Diamonds in zouden zitten. Maar er zit sowieso al 1 SSL in. Sil. Of nou ja, bijna SSL. Maar ik heb de andere kant van de bracket nog niet gezien. Dus het kan nog veel erger worden allemaal. Oké, bro, laat het zien. Fantastisch. Gooi je fake. Nee, oké. Andere match. Hier ligt het even stil. Kijk, aan deze kant van de bracket hebben we nog niks gespeeld. Hey, er is al iemand door. BOC Popeye, die is al door met 6-0. Hij heeft 6-0 gewonnen, oké. Hier is nog een spannende match. Laurens tegen Sam, 3-5. Die wil ik wel even zien. Dit is dus de andere kant van het toernooi. En daar zitten dus nog heel veel meer mensen. Oh, Arctagon. Oké, wat is het voor een rare map? 5-5! Oké, allebei in de Fennec. Oké, interessant. Hey, dit is op zich wel een leuke map om tegen op te spelen, bedoel ik. Oké, flip reset. Sam gaat hier de 6-5 maken, sowieso. Als hij op tijd is... Oké. De map was iets te kort of zo. Ja, als ik dit zo zie, zijn dit wel Grand Champs. Ja, oké, dit zijn Grand Champs. Kijk, Laurens heeft een rode titel en Sam die staat daar gelijk tegen. Dus dan is het logisch. Oh, Sam met de 6-5. Yo, even yo zeggen ook tegen hun natuurlijk. Oké, kick-off. Maar hey mensen, als je dit nou kijkt en jij denkt van... Thomas, ik wil ook meedoen aan zo'n 100 euro toernooi. Wat je dan gewoon moet doen is even op die abonneerknop hier beneden klikken. Want daar help je mij heel erg mee. En... Even het blauwe duimpje omhoog en een comment achterlaten. Want dan weet ik dat je mee wil doen. En dan ga ik gewoon jullie inviten naar de Discord waar we deze toernooi hosten. 6-5 met 50 seconden over. Dit gaan we even uitkijken. Want dit zou betekenen dat een Grand Champ gewoon in de eerste ronde verliest. Dat zou echt, dat zou heel erg zijn. Dat betekent dat het niveau heel hoog is vandaag. Dit ziet er niet goed uit. Sam met de 7-5. Oké. Ik denk dat Sam doorgaat. En ik wil nog even snel naar die match van S-Balance en Icy. Oké, we joinen nu weer hun match. En wie heeft gescoord? Non staat er. Oh, 8-4. Mensen, S-Balance heeft van Icy gewonnen. Kijk, Icy is ook gewoon een Grand Champ letterlijk. 8-4. Nou, oké, nog 10 seconden. Dan kijken we dit even uit. Maar het ziet er naar uit dat er gewoon... Oh, wow. Icy mag voor een mooie goal gaan. Dit vind ik lief. Hij gaat de ceiling op. Crown Pinch. Pogo. Oh, dit had de mooiste goal van het toernooi kunnen zijn. Ah, hey. Icy gunde S-Balance niet, maar GG. GG, well played. Hey, Sil gaat door naar de volgende ronde. Oké, dan. Oké, code kwijt tegen BOC Popeye. En dat is die guy die dus al in de eerste ronde als eerste doorging. Op deze map, dit is wel een verschrikkelijke map. 2-0 voor code kwijt, want die BOC die was heel snel door. Dat is interessant.
Oh, een Season 11 Canada Champion. Mensen, het niveau is echt hoog vandaag. Het is wel leuk om te zien. Dat betekent dat mijn kijkers dus hoog niveau zijn. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Welke rank zijn jullie? Laat het me weten in de comments. Ik denk allemaal rond de platinum altijd. Maar blijkbaar heb ik dus ook echt hoog niveau kijkers gewoon. Ik vind het leuk om te weten. Dus laat het me weten. Hij gaat Flipper Reset pakken, denk ik. Oh, wat een save. Popeye met de open goal. Hij moet wel scoren dan. Hij wacht heel lang, maar hij doet het. Oké. Yo, boys. Even yo zeggen weer. Oh, hier, kijk. Hij zegt in de chat, ik ging voor een mooi shot. Want iedereen wil natuurlijk die 25 euro winnen. Oh. Dit moet je niet gaan doen. Hij deed een fake kick-off en Popeye schiet hem gewoon in één keer erin. En dan wordt het wel een spannende match van. Oké. We moeten dus ook gewoon goed kijken naar wie de mooiste goal maakt. Tot nu toe heb ik nog niet echt een mooie goal gezien naast die dubbeltap van Icy. Hé, wacht. Hij gaat de lucht in. Flip reset. Oh. Dit was een kanshebber. Maar omdat hij voor die mooie goal ging, staat Code Kwijt nu wel weer voor. En dat is het leuke, want mensen gaan nu voor de mooie goals. Maar daardoor laten ze wel goals door natuurlijk. Oké, ik ben benieuwd. Ik wil even zien hoe dit potje verloopt. Popeye 3-2 achter. Ik denk wel dat hij dit kan winnen hoor. Popeye is een goede speler. Wat gaat hier gebeuren? Musty. Heel netjes geblokt. Zo, wat een save gewoon. Oké, wat gebeurt hier? Flip reset. Pinch. Gaat dat in? Oh. Wacht, die goal moeten we zien. Dit is een kanshebber. Pakt hij een flip reset? Nee, geen flip reset. Oké, maar wel een ground pinch van zo ver across the map. Dit is tot nu toe de mooiste goal die ik heb gezien. Tot nu toe. Maar Twisty, wat is deze map, man? Ja, daar kan ik niks aan doen. Sorry. Ja, daar kan ik wel wat aan doen, maar ik was vergeten uit te zetten. Maar weet je, dat maakt het ook wel weer leuk. Oké, Popeye met de 1v1 situatie. Goed geblokt, zeg. Hey mensen, we gaan even naar een andere match. Ik ben benieuwd hoe Sil nu, tegen wie Sil nu speelt. Rocklik heeft net aangekondigd dat je vanaf 5 december niet meer kan ruilen met andere spelers. Dus als je nog je favoriete items wil kopen, dan moet je dat nu snel doen. Ik zou dan nog steeds de code Twisty gebruiken, omdat je op de meest goedkope en veilige manier items kan kopen. Als je dat nou wilt doen, klik dan op het linkje in de beschrijving of scan de QR-code die nu in beeld staat. Oké, S-Balance tegen Robin. Ik ben benieuwd. Hey, wow, ik dacht even dat S-Balance achter stond. Wat? Robin maakt het gewoon close. Oké. Dit wordt leuk nog. Wie is Robin? Robin is blijkbaar een goede speler. Want als je zo close speelt tegen S-Balance, dan ben je geen slechte speler. Oké, dit wordt een goal voor Robin. Als hij heel snel is. Oh, crossbar. Nee. Ik gun het Sil heel erg, maar ik gun het ook gewoon iemand anders. Want ik ken Robin eigenlijk niet. Als hij dit zou winnen, dat zou heel knap zijn. En dan heeft hij eigenlijk een soort van gratis pas naar de finale, denk ik. Want Sil is wel de beste speler van het toernooi. Laat het zien, Robin. Ga voor de mooiste goal. Ah, hij gaat gewoon voor een zakelijk schot. Hij wil gewoon die 100 euro, weet je. Hij gaat niet voor mooie goals. Hij wil alleen die 100 euro. Ja, want dat kan natuurlijk ook, hè. Dat de winnaar ook de mooiste goal maakt. Dan wint hij gewoon 125 euro. Wacht, Sil gaat wat moois doen. Double tap. Oké, nee, dat is geen contender. Het is wel een mooi schot, maar dat is geen mooiste goal van dit toernooi. Ondertussen staat Robin al 2-4 achter. Dat ziet er niet goed uit, eigenlijk. En ik denk dat dit potje een beetje zo gaat. Oké, 1v1, Robin. Laat het zien. Oh, hij gaat nu wel voor de mooie shit. Let op, hij gaat voor Musty. Ik voel het gewoon. Oh, wat? Geen eens voor Musty. Dat vind ik saai. Kijk, ik blijf nog 10 seconden hier spectate. Ik wil eigenlijk zien of Robin nog de 3-4 kan maken. Dan wordt het namelijk wel heel spannend. Maar het ziet er naar uit. Wacht, dit moeten we nog zien. Oh my. Och. Oké, ander potje. Ik ga eens even kijken. Is er nog iemand die ik nog niet heb gespectate? Illy Games. Tegen Spookman. Oh, ook nog eens een heel spannend potje. Oké, dit gaan we spectaten. Sowieso. Illy Games heb ik namelijk nog niet gezien. Tegen Spookman. Die hebben we al wel gezien. 4-4. Oké, let's go. Dit gaan we uitkijken, mensen. Illy is een Season 12 tournament winner. Oh, wow, hij ongelt bijna. Niet doen, hè. Wat een redding. Hij overleeft tot nu toe. Wat een save inderdaad. Spookman, dat vind ik heel aardig van jou. Oh nee, hij is gefaked. Maar... Oh, dit overleeft hij maar net. Nee, Spookman power met de 5-4. Oké, 58 seconden. Ik ben heel erg benieuwd wie dit gaat winnen. Oké, we gaan het zien. Oh, hij vraagt Twisty, ben je de echte? Sowieso ben ik de echte. Je zit gewoon in de video nu, dus als je dit kijkt... Yo. Dit is 6-4. Spookman Power doet het gewoon 2 keer achter elkaar. Hij wint het. Hij gaat dit winnen, denk ik. Het kan nog, maar het wordt heel moeilijk. Ik ga deze kick-off nog kijken. Als hij hier een kick-off goal uithaalt, dan blijf ik kijken. Want dan kan het nog heel spannend worden. Oh, shit. Ja hoor. Doe het. No. Hij kan dit scoren. Nee. Wat gebeurt hier? Oké, dit is spannend om weg te kijken. Tenzij Spookman nu ineens een goal maakt. Oké, nee. Goede redding. Hij heeft genoeg boost om te scoren als hij heel snel is. Ja, ja, ja. Dit is een goal. Let's go. 5-6. 14 seconden over. Hij staat maar 1 goal achter nog. Wat een kick-off. Oh, hij had boost moeten pakken. Nu is het heel ongemakkelijk voor hem. Maar hij kan vliegen hiervoor. Nee. Hij mist. Oh, nee. Dit ziet er slecht uit. Hey, Spookman Power, GG. GG, well played, boys. Oké, Spookman Power gaat denk ik door naar de halve finale. Eens even kijken welke match we als eerste kunnen spectaten. Hey, S-Balance tegen Spookman Power. Kunnen we hem spectaten? Ja, let's go. Tot nu toe 0-0. Spookman Power met de 1-0, denk ik. Open goal. Gaat hij doen? Nee, wat doet hij? Wat doet hij? Waarom ging hij niet voor de open goal? Nee, dat is... Ja. Ja.
S-balance gaat ze niet missen, bro. Open goal, als hij snel is. Ga snel. Doe het. Let's go, 1-1. Oké. Okay. Spook me power met de snelle 1-1. Ik ga ook even naar de andere halve finale kijken. En dan gaan we zo meteen terug naar deze. Want dit wordt een spannende in ieder geval. Even kijken. Code kwijt tegen Sam. 0-0 staat. Ik ben benieuwd. 0-0 na anderhalf minuut. Code kwijt tegen Sam. Ja, dit zijn twee hele goede spelers. Dat wist ik al. Oké, wat gaat hier gebeuren? Pogo? Doet hij het? Oh, hij deed het bijna. Wat? Maar hij fake zijn tegenstander. Wat? Zo, er wordt veel gebumpt dit potje. En nog maar één goal na 2,5 minuten. Dat is bijna nooit een 1-1. Meestal zijn er echt al 3-4 goals rond dit tijdstip. Oh, wat een goal. Dit is wel een kans hebben hoor. Dit moet ik even kijken. Vanaf ver van de map, de pre-flip. Naar de flip reset. No bounce volgens mij. No bounce, oké. Okay. Dit is er eentje. Deze ga ik in mijn achterhoofd houden. Ondertussen ga ik snel naar de andere halve finale. Oké, de andere halve finale. Wat is de score hier? 4-2 voor S-Balance. Oké, interessant. Ik wil even de schoten zien. Ja, oké. Okay. Spookman Power wordt hier wel een beetje overklast volgens mij. En dat is 5-2. Hey, Sil gaat voor de mooiste goal. Hij heeft net gehoord dat er een mooie goal is gescoord. Dus nu gaat hij het overtreffen. Oh, wacht. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we genoeg weten. Dit is een triple reset. 1, 2, 3. Heel nice. Echt heel nice. Nice shot, bro. Ik ga snel naar de andere match. Misschien dat daar nog iets zekers wordt gescoord. Oké, we zijn weer aan het joinen bij de andere halve finale. Wat was dat voor goal net, mensen? 4-1 voor Code kwijt. Wat? Ik denk dat dit een finale wordt van Code kwijt tussen S-Balance. Maar Sam gaat nog. Oh, oké. Okay. Ja, dit is denk ik een goal. 5-1. Hey mensen, ik denk dat we de finale kunnen beslissen. Dus weet je, ik ga jullie zo meteen laten zien wat de finale is. Sam zegt ook GG. Dit is de eerste halve finale die is geëindigd. Volgens mij. Ja. Code kwijt gaat door naar de finale. GG well played. En ik denk dat hij zo tegen S-Balance moet. Oké, mensen, de finale is bekend. En zoals verwacht, S-Balance tegen Code kwijt. En het mooie is, S-Balance heeft waarschijnlijk al de mooiste goal van dit toernooi. Dus als hij dit wint, wint hij gewoon 125 euro. Maar, hey, Code kwijt staat voor. Ik zeg het jullie, mensen, dit wordt een spannend potje. En misschien maakt hij nog wel een mooiere goal. En dan is hij gewoon de gelukkige winnaar hier. Ik weet dat Code kwijt best wel heel goed is in 1v1. En Sil is natuurlijk meer een freestyler. Code kwijt neemt gewoon lekker zijn tijd. Zo, dat rijmt. Wat een rijmpje. Maar ik snap het wel. Als je voor staat, moet je gewoon lekker rustig aan doen. Niet de bal weggeven. Gewoon lekker dichtbij je houden. Ik vind het in ieder geval... Wow, wat is dat? Oh, dit wil ik zien. Was dit nou een bump? Heeft hij nou de tegenstander gebumpt tijdens de play? Ja, volgens mij wel. Jup. Oh, oké. Wat een goal. Hij doet echt heel veel... Oh, dit is een enkelbrekertje. S-Balance is wel aan het shinen, moet ik zeggen, hoor. Hij doet het niet verkeerd vandaag. Hij zegt ook nice shot er tegen. Kijk, dit vind ik leuk. Gewoon aardigheid in een finale zelfs. Dan hoop ik wel dat S-Balance ook tank, zeg maar. Dat komt er nog niet uit. Gaat Code kwijt het kunnen comebacken? Dit is in ieder geval gevaarlijk. Oei, oei, oei. 3-1, mensen. 3-1. En nu zijn de kickoffs alleen maar belangrijker. Als je kickoffs verpest nu, dan is het potje heel snel klaar. Maar aan de andere kant, in 1v1 kan letterlijk binnen een minuut nog het hele ding omgedraaid worden. En dit is eigenlijk een gratis goal. Alleen hij wacht heel lang. Als hij gelijk de lucht inging en op goal kon schieten, dan was het een goal geweest waarschijnlijk. Flip reset. Dubbel flip reset. Hij faked hem. Oh. En er werd heel slim gesprongen daar. Oh nee, 4-1. Dit ziet er niet goed uit, mensen. Echt niet. S-Balance heeft nog tanks gezegd. Nice. Ik zei trouwens net dat het er niet goed uitzag, maar het ziet er niet goed uit voor Code kwijt. Voor S-Balance ziet het er best wel heel goed uit, want hij heeft de beste goal op zijn naam staat en hij staat 4-1 voor. En het staat 5-1. Er wordt weer de lucht ingegaan. Ja, ik denk dat hij nu gewoon extra rustig aan gaat doen. Ik bedoel, hij heeft niks te verliezen op dit moment. Oei, en de open goal wordt gemist. Dat is heel erg jammer. Kijk dan. Klein beetje tijdspilling hier en daar. Nou, ik snap het heel goed. Ik denk dat iedereen hetzelfde zou doen als je in de finale staat. Ik snap heel goed als hij boos wordt. Oh, oké. Okay. En ook nog die goal. 6-1. Au. Hij zegt wel nice shot. Wat een vriendelijke guy is dat toch. Gooi even dat blauw duimpje omhoog voor Code kwijt. Want hij staat hier 6-1 achter in de finale. En hij blijft gewoon aardig. Ik vind dat heel nice. Dit kan nog wat worden. Ah, ik denk dat hij nu gewoon voor de mooiste goal gaat. Maar hij weet natuurlijk... Oh, wacht. Wacht eens even. Hij scoort een pogo fake. Dit kan wel. Ah, is dat mooier dan een triple reset? Weet je wat wij doen, mensen? Jullie mensen die er nu nog kijken. Jullie mogen in de comments laten weten wat jullie de mooiste goal vinden. In de comments, hè. En dan gaan we daar de keuze mee maken. Want ik vind het lastig. Die pogo fake vond ik ook heel nice. En ja, heel eerlijk gezegd, ik gun Code kwijt ook wel 25 euro. Want hij heeft gewoon de finale gehaald. En hij heeft zo erg zijn best gedaan. En hij is heel aardig. Want het ziet ernaar uit dat S-Balance het toernooi wint. Maar jullie mensen in de comments, jullie mogen stemmen. Wat was de mooiste goal van dit toernooi? De triple reset van S-Balance of de pogo fake van Code kwijt? In ieder geval, het ziet ernaar uit alsof... Wacht eens even. Nog een goal? Oh. Het ziet er in ieder geval naar uit alsof Team Blauw
gaat winnen. En ik had het eigenlijk een beetje aanzien komen toen in de eerste ronde al. 8-2. Mensen, dit toernooi is wel over. Ik wil geen GG zeggen, maar... Ach, kijk dan. Nog steeds nice shot zeggen. Hier, kijk. Hij gaat nog voor de mooiste goal. Gaat het lukken? Weer pogo. Hij is wel goed in pogo, dus ik zeg eerlijk. Oké, nee, maar 19 seconden, 7 goals, dat wordt hem niet meer. In ieder geval, mensen, laat het me weten in de comments. Wat was de mooiste goal van dit toernooi? Ik ga ervoor zorgen dat S. Benson in ieder geval zijn 100 euro krijgt. En dan ga ik later regelen dat die persoon die wint, die krijgt 25 euro nog van mij voor de mooiste goal. Ik vond het persoonlijk heel leuk om te doen. Dus als jullie dit nou ook vaker willen zien, laat het me weten in de comments. En als je nog een leuke video wilt bekijken, die staat nu in beeld.